Hey, wat zijn jullie hier al aan het doen? Ik ben eventjes naar een punt aan het lopen met een nieuwe opnamesessie. Jullie zijn te vroeg! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer, jullie enige echte Zeepie. En als jullie goed hebben opgelet bij de thumbnail, is het dus nu The Legend of Zeepie Ocarina of Time. Dankjewel, meneer Softijs voor het maken van de fanart. En natuurlijk Always the Gaming, heel erg bedankt voor het maken van de thumbnails daarvoor. In de vorige aflevering zijn wij Ganondorf tegengekomen. En die rende achter Zelda aan, hadden we de drie spirituals van te pakken gekregen. Hebben we een nummertje geleerd. En nou moeten we dus zeg maar hier dat nummertje gaan spelen met de drie Spiritual Stones of iets in die trend. De reden waarom dat jullie net voor de intro maar hier naartoe zijn gelopen is omdat dit dus een start van een nieuwe opnamesessie. Dan begin je natuurlijk weer in je huis in Kokiri Forest. En daarvoor moest ik heel de boek en teruglopen. Maar dat maakt niet uit. Dus, als ik het goed begrijp, moeten we hier gaan staan en moeten we dus de Song of Time gaan spelen. Oké. Okay. Of Song of Time. Ja, Song of Time toch? Volgens mij heet het Song of Time. Psst, ik doe dit zo goed. Ik ben hem helemaal vergeten. Ik ben hem vergeten, jongens. Hoe erg is dit? Dit is me nog nooit overkomen. Oh, dat bedoel ik. Ja, ja, ik hoor hem al op de achtergrond. Hou je mond. Ik was hem even kwijt. Is het mogelijk? Oh, oké. Okay. Wauw. Dit ziet er zo cool uit in 3D. Echt serieus, het ziet er echt heel erg gaaf uit in 3D. Shiny. Dus wij gaan nou de truifels pakken om ervoor te zorgen dat Ganondorf weggewenst wordt of zoiets. Oké, okay, nou gelukkig is Ganondorf Zelda achterna gerend. Ik bedoel, ja, 3 dagen, daar zit nogal wel in. Want ja, waarom ook niet, hè? Dus, het is vrijdag en het is nou ja, dinsdag, dus ja. Hopelijk hebben jullie allemaal een leuk Pasen gehad en... Zeepie, isn't that? Ja, de Triforce, toch? Die moet hierachter staan. Nee, toch niet. Is that legendary blade? The Master Sword? Oh god, als dat de Master Sword is, dan hebben we problemen, want daar zit V in. En ik heb geen zin in V. Master, I actually calculate the possibility. Nou ja, laten we maar grabben dan. Ik bedoel, waarom ook niet? Sterke zwaard kunnen we goed gebruiken. Dus laten we maar pakken dan. Go! Iets zegt mij dat we dit nog vaak gaan zien. Shiny. Oh nee, ik wist het. Excellent work. As I thought, you held the keys to the door of time. You have led me into the gates of the sacred realm. Yes, I owe it all to you, kid. Ik wist het. Dit is heel fout gegaan. We hadden het niet moeten doen. Maar Zelda zei dat we het moeten doen. Blame Zelda. Zeepie, wake up, Zeepie. Hi, Zeepie, the chosen one. Ik hoor een hele enge bekende stem. Daar ben ik niet blij mee.
Watch what all the evil's about. Keep this lantern full, it will guide your way. Not many left, Link. There's Rurik round the side of Gladko. Hi. Ik denk dat ik hem echt gewoon die stem ga geven. Ik bedoel, ja, waarom ook niet? Ik bedoel, hij heeft het minst... Ik ben nou in één keer een sage. Wees er blij mee. I am Raru, one of the ancient sages. Ages ago, we ancient sages built a temple of time to protect the entrance to the sacred realm. This is the chamber of sages, I, inside the temple of light. The Temple of Light, situated in the very center of the Sacred Realm, is the last stronghold against Ganondorf's evil forces. Aye. The Master Sword, the evil destroying sword that you pull out of the Pedestal of Time, was the final key to the Sacred Realm. Zepi, don't be alarmed. Look at yourself! Okay. Whoa! Hallo. Navi wordt helemaal spastisch. Look, Zepi! You're big now! You're grown up! Ja, jij niet. Jij bent nog steeds zo vervelend en irritant als dat je in het begin was. The Master Sword is a sacred blade which evil ones may never touch. Only one worthy of the title of the Hero of Time can pull it from the Pedestal of Time. How many times did I say time? However, you were too young to be the Hero of Time. Time. Therefore, your spirit was sealed here for 7 years. And now that you are old enough, the time has come for you to awaken as the Hero of Time. Well, do you understand your destiny? Nee, ik heb geen flauw idee waar je het over. Ik was meer eigenlijk een beetje gefocust op je eyes de hele tijd. But remember, though you opened the door of time in the name of peace, Ganondorf, the Gerudo King of Thieves, used it to enter this forbidden secret realm. Deze stem kan na een tijdje irriteren, daar word je niet vrolijk van. Hè? Gaat goed. He obtained the Triforce from the Temple of Light, and with its power he became the King of Evil. Dus hij heeft dus de Triforce van Power te pakken gekregen. His evil powers radiated from the temples of Hyrule, and in 7 short years it transformed Hyrule into a... In 7 short years, it transformed Hyrule into a world of monsters. Sorry, die kon ik gewoon niet laten, die moest gewoon. My power now has only little influence, even in the sacred realm. Namely, this chamber of sages. But there is still hope. The power of the sages remains. When the power of all of the sages is awakened, the sages' seal will contain all the evil power in the void of the realm. I, Rauru, am one of those sages, and your power to fight together with the sages makes you the Hero of Time. The Hero of Time, chosen by the Master Sword. Keep my spirit with you, and keep this lantern full. It will guide your way, and find the power of the other sages, and add their might to your own. Oh. Oké. Okay. Ik heb er veel te veel op in die stem, hè. Ik zat eraan te denken aan jullie request om die stem toch weer ergens in te gebruiken, bij wie ik hem zou geven, en ik dacht, dit is gewoon de perfect match. Dus... sorry voor de mensen die echt zoiets hebben van waarom doe je dit? Het is gerequest en het leek me wel leuk. You received a life medallion, Raru, the sage of the power to yours. Check your inventory screen right now and rush to the store and use your rubies. Find the other stages and save... Hi! Hi! Hi, Rule. It's hi, Unrule. Yeah.
En we zijn dus terug in de Temple of Time. Maar er zijn dus 7 jaren zijn er dus voorbij gegaan. Daarom zijn we dus nu 7 jaar ouder. En Navi is 7 jaar irritanterder. En nu zijn we dus volwasseneder. Ik voel mijn neusje ook groot. Nou, dit is dus eigenlijk een beetje de transactie waar ik het over had. Zeg maar de verandering van het spel. Sleepy, we're back in the Temple of Time. But have 7 years really passed? Navi, hou je kop. It looks like you won't be able to use some of the weapons you found as a kid anymore. Dat is bullshit. Let's get out of here. Waarom mag ik dit niet gebruiken? Ik bedoel, serieus, ook al ben je volwassen, dat wil nog niet zeggen dat je geen slingshot meer kan gebruiken. Ik kan hem nog steeds vasthouden. Waarom ook niet? Huh, close-up. Jij. Hoe durf je mij te besluipen? Jij. I've been waiting for you, hero of time. Oké. When evil rules all, an awakening voice from the sacred realm will call those destined to be sages who dwell in 5 temples. One in a deep forest, one on a high mountain, one under a vast lake, one within the house of the dead, and one inside the goddess of the sand. Okay, sorry. Together with the hero of time, the awakened ones will bind the evil and return the light of peace to the world. This is the legend of the temples passed down by my people, the Shikakas. Oh, daar komt toch soep in je haar vandaan? I am Shik, survivor of the Shikakas. Ik weet dat ze zeggen Shikas, maar kom op, Shikakas. Schrapje. Moet kunnen. As I see, you're standing there holding the mystical master sword. You really do look like the legendary hero of time. Yay! If you believe the legend, you have no choice. You must look for the 5 temples and awaken the 5 sages. Maak zelf wel uit! Maakt het licht nog niet uit. Wel! 1 sage is waiting for you at the time. For the time of awakening in the forest temple. The sage is a girl I'm sure you know. Because of the evil power in the temple, she cannot hear the awakening call from the sacred realm. Unfortunately, equipped as you currently are, you cannot even enter the temple. But if you believe what I'm saying, you should head to Kakariko Village. Nee! Do you understand, Zepi? Nee! Ik wil eerst naar Lake Hylia. Dat vind ik veel belangrijker dan deze beloni. Nee! Dus nu hebben we 12 minuten ondertussen gehad. Oké, dat gaat een stuk beter. Met alleen maar cutscenes, geleuter. Hoi, van hier tot de Meginder. Hoi, ja, ja, hoi, hoi. Oh, welkom in Hyrule. I'm the hero of time. Juist. Oké, dus we zien dus dat Hyrule behoorlijk veranderd is. En dat is niet echt een goed ding. Ik bedoel, wat is er met Hyrule Castle gebeurd? Ach, jerem. Maar ja, we moeten dus naar Kakariko Village. Als dus gezegd wordt, deze beest wil je trouwens gewoon negeren. Ik bedoel, waarom zou je ze killen? Ik bedoel, zinloos. Tijdverspilling. Heb je geen zin in. Dus nou zijn er een heleboel dingen die we kunnen doen voordat we dus zeg maar naar Kakariko Village willen gaan. En ik weet het, er komt er een favoriete deuntje van jullie. Ik heb al op mijn ocarina zitten te oefenen op dat deuntje. Dat deuntje is enorm lastig om dat te doen. Dus ik heb de eerste 3 noten netjes door. Dus ik kan wel die deuntjes doen. Maar dat doen we wel op het moment als we daar eenmaal komen. Het eerste wat ik wil gaan doen is eigenlijk ervoor zorgen dat we sneller door Hyrule Field kunnen komen. En nou hoop ik dat ik met 108 rubies daar behoorlijk dichtbij kan komen. Zo niet, heb ik een probleem. Zo wel, hoera, hoera, hoera. Wat we moeten doen is, we moeten eventjes langs Alolan Range. Om te kijken hoe dat het met Melon gaat en hoe het met Mario gaat. En natuurlijk dus, en hoe dat met Epona gaat. Die zou nou ook wel gegroeid zijn. Dus wat ik even wil doen is, ik wil heel even Melon vragen of we Epona mogen lenen. Ik bedoel, we hebben het liedje van Epona toch wel geleerd. Dus, misschien dat we dan Epona eventjes mogen lenen om heel even een, ik bedoel, waarom niet? Dus, oh, ik heb trouwens niet laten zien. Ja, er zijn dus een paar wapens die we dus niet meer mogen gebruiken als we op start drukken. Zien we dus Deco Sticks mogen we niet meer gebruiken. De Slingshot mogen we niet gebruiken. Magic Beans mogen we niet meer gebruiken. De Bunny Hood mogen we niet meer gebruiken. Ah! En de Boomerang mogen we niet meer gebruiken. Ik snap nog steeds niet waarom, maar ja, we zijn ouder, dus dan mag het niet meer. En wie ben jij? Je lijkt op een Luigi. There are some people in Kakariko spreading rumors that I cheated Talon out of the ranch, but...
Don't be ridiculous. That guy Talon was weak. I, the hard-working Ingo, Luigi, put so much energy into this place. I don't want any strangers like you saying anything bad about me. Listen, the great Ganondorf recognized my obvious talents and gave the wrench to me. I will raise a fine horse and win recognition from the great Ganondorf. Say, young man, do you want to ride one of the fine horses? Pay me 10 rubies and you can ride. Okay, nou, ik wil wel rijden. Do you want to hear how to ride? Nee, ik weet heus wel hoe ik een paard moet doen. Thank you so much. Luigi, je bent een eikel. Ik heet Ingo, niet de Luigi. Oké, nou, dus nou moeten we... Epona even roepen. Yay! En als ik me niet vergis, de eerste ronde kunnen we niet gelijk doen wat we willen doen. Maar we kunnen wel onze 10 rubies terug weer dienen, wat zeker een handig iets is. Je krijgt maar 1 minuut zeg maar om te rijden, dus wat je wil doen is je wil eventjes een beetje rondlopen met Epona. Die worteltjes zorgen voor een extra snelheidsboost. Het lijkt wel Super Epona Kart 8. Weet ik veel, verzin het maar eens. En wat je wil doen is je wil dus zeg maar over deze fences heen springen. En dan krijg je dus zeg maar 5 rubies, waardoor dat we weer kiet staan met wat we gedaan hebben. Dit willen we een paar keer doen. En dan willen we wachten tot de tijd bijna voorbij is. Want het nadeel is, zeg maar, op het moment dat je dit doet... Dan wil je dus eigenlijk, zeg maar, met Luigi... Mijn naam is Ingo. ...praten en dan wil hij uitdagen voor een race. Wat natuurlijk helemaal awesome is. Want dan kunnen we dus, zeg maar, dit ook buiten Hyrule Field doen. Wat zeker al helemaal geweldig zou zijn. Dus ja, we hebben nou een paar keer rondgerend. Kijk, wat als we nou dus, zeg maar, naar Ingo toe gaan... Die zegt mijn naam een keer goed. En we zeggen dus speak. And you want to dismount. See you before. Ja. Nee, we willen rennen. Tusk, tusk. When your time is over, I kick you out of here. Ach, hou toch je mond, wannabe Luigi. Oké, nou, nog één keer even een mooie sprong voor de show off. Hey, time is up, younger man. You only paid the 10 rubies. You've played around long enough. Het was maar een minuutje of zo. Nou, dit willen we dus nog een keer gaan doen. Oh, nou druk ik per ongeluk op. Maakt niet uit. Ik denk elke keer dat B zeg maar het eruit cancelt. Oké, nog een keer. Epona. Ik heb moeite met deuntjes. Ik weet niet waarom. Vandaag heb ik moeite met deuntjes. Vandaag is het gewoon niet mijn deuntjesdag. Oké, nou daar hebben we onze Epona. Nou, ik geloof dat we de 10 rubies nog een keer kunnen krijgen. Waardoor dat we dus zeg maar fair and square dit kunnen doen. Weet ik niet zeker, we gaan het gewoon proberen. Dus eerst eventjes die 10 rubies. Oh. Epona, niet zo zeur, hè. Oké, here we go. Ah, daar dus niet. Maar hier misschien wel. Ja, daar zijn de 5 rupees. Ik wil namelijk over de 100 rupees heen zitten. Ik ga het nog één keer op dit hek proberen. Ik bedoel, we hebben tijd genoeg. Ja, oké, het is dus wel mogelijk. Ik wil geen foutieve informatie geven namelijk. Dus Navi, hou je kop dicht. Ik ben aan het paardrijden. Oké, nou. Dus dan gaan we eventjes terug naar het mailgeluidje dat we horen. Nou, tot er op het moment een comment is geplaatst. Leuk. Ja. Ja. You're getting better. How about a little race with me? One lap around the coral with that horse. Let's make a little wager. Let's say 50 rubies. Oké, dat is goed. Nou, als we dit dus verliezen, verliezen we 50 rubies. Willen we niet. We willen dit winnen. Dus de makkelijkste manier om dit te winnen is zeg maar om niet tegen hem aan te botsen. Maar gewoon dus zeg maar voor hem te blijven. En dan wordt te zorgen dat hij het dus niet in kan halen. Nou, de eerste rit is heel erg makkelijk. Omdat hij rijdt hij dus heel erg langzaam. De tweede rit gaat hij een stuk sneller wezen en dan wil je dus zeg maar genoeg tegen hem aanbeuken, want je moet dit 2 keer doen. Het mooie is, als je wint, dan wordt hij dus een beetje raakt hij in paniek. Nou, we hebben een goede inloop. Nou hoor ik al de comments roepen van, ja maar je speelt ook Mario Kart en dan word je nooit eerste. Je ziet dit als Super Link paardracing, hoortracing, weet ik veel. Shoot! If the great Ganondorf found out about the dishumiliation. Hey you, how about another race? If you win, you can keep the horse. Oké, dus dit is het punt waar we dus zeg maar nou willen winnen. Dit moeten we winnen. Wow!
Hij neemt een valse start. Nou, begin de muur dus zeg maar een beetje te knuffelen. Dan krijg je dus zeg maar weer een head start. Hij kan nou veel sneller lopen als wat hij dus eerst deed. En dan wil je dus zeker vooruit kijken. Dus je wil een beetje goed kijken wanneer dat je je speed eigenlijk doet. Zorg ervoor dat je speed een beetje recovert. En ja, probeer de muur eigenlijk te knuffelen. Dat is de beste manier om dit te winnen. Oké, we hebben genoeg wortels. We hebben gewonnen. Jammer joh. Jammer Luigi. Jammer. Luigi, second place. Niener, niener, niener. What's up with that dead horse? Is that Epona? How did you tame that wild horse right under my nose? I was going to present that horse to the great Ganondorf, but I bet it on the race and I lost. Shoot! Ha 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 ha. As I promised, I'll give the horse to you. However, I'll never let you leave this ranch. I'm suddenly turning into an evil one. Oké, nou, de enige manier dus zeg maar om deze ranch nou te verlaten is dus om over dit hekje heen te springen. Nou, ik ben blij dat we geen roepjes kwijt zijn geraakt. En wat ik dus ga doen is ik ga een hele mooie aanloop nemen. Olé! Wee! Doei! Jammer joh! Ik denk dat dat niet Luigi was, maar Mr. L. En met dit hebben wij dus zeg maar Epona bevrijd. Dit wil ervoor zorgen dat overal in Hyrule Field kunnen wij dus Epona oproepen door het nummer te spelen wat we dus van Melon hebben geleerd, Epona Song. Dit is zeker heel erg handig om dus overal snel te gaan komen. En daarmee wil ik het eigenlijk gaan laten in deze aflevering. Morgen gaan we nog veel meer secrets natuurlijk vinden, denk ik zo. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje van je voice acting leuk? Laat het weten in de reacties voor de voice acting. Laat een like achter als je er natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zeepie. Ocarina of Time. Nogmaals bedankt voor mijn eerste tijd en Old Ways to Gaming voor dat geweldige design. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot dan. Doei!